Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? Veel activiteiten zouden geen doorgang meer kunnen vinden. Af en toe is het goed om een pluim op de hoed te steken van die vrijwilligers die zich inzetten voor anderen. Liedjes uit de oude doos, gezongen door Simone Slegers, die de leiding van Brabantzorg speciaal ingehuurd had, zorgden voor een gezellige sfeer in de recreatiezaal van Compostela in Zeeland op woensdagmiddag 15 juni. Een aantal vrijwilligers was uitgenodigd om in het zonnetje gezet te worden vanwege hun jarenlange belangeloze inzet voor allerlei werkzaamheden binnen Compostela. Mevrouw Jacqueline van Leek gaf in een inleidend woordje aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn in de zorg. Vrijwilligers, ja. Zonder de vrijwilligers zouden we nergens zijn. Het zijn echt de extra dingetjes die we voor onze bewoners kunnen doen en betekenen. En dankzij u. Misschien aardig om te weten dat er binnen Brabantzorg in totaal 4.500 vrijwilligers aanwezig zijn. Sommigen waren 5, andere 10, weer andere 12.5. En er waren zelfs 4 vrijwilligers die 20 jaar hun inzet geheel belangeloos voor Compostela getoond hebben. Allemaal werden ze naar voren geroepen en bedolven onder lovende woorden, een grote bos bloemen en een envelop met inhoud. Dat is Corrie van den Burgt, Michaela Maarschalk-Weert en Karen Bongers. Geef ons de frisse wijde, want je kunt er zo genieten zonder hap en butter. Wij willen geen nicotine. Riet van Gemert, Annie van Boksel en Lambert de Klein. Picknick is zo fijn, niks pikken voor de lijn. Dan gaan we verder met de jubilarissen die hun officiële jubileum dus hebben, 12.5 jaar. Dat zijn Nonnie van Dijk en Lien van Dongen. De laatste groep, 20 jaar vrijwilliger, dat zijn Bea Cornelissen, Gerry van der Laar, Annie Boeien en Lia Bongers. Daarna was er een gezellig samen zijn met familieleden, bewoners en personeel van Compostela. Ik